Jette was boos volgens mij op een gegeven moment er ook vandaag. Nou ja, want Pieter Omtzigt ging natuurlijk uitleggen van... luister, moet je even luisteren. Ik ben echt niet zomaar weggelopen, want die financiën... kijk maar, ik ga nu een rekensommetje voor jullie maken... en dit is wat eruit komt. De Kamer was niet geïnformeerd over de tegenvallen van 1,7 tot 2,9 miljard... in de hersteloperatie van het kinderopvangtoeslagschandaal. Er is 5 tot 6 miljard extra nodig voor de Novex nieuwbouwlocaties. 4 miljard extra nodig cumulatief voor de woningbouw. Bleek er in één keer al dit jaar 1,6 miljard extra nodig te zijn, kan dat zo richting de 10 miljard oplopen. Kerncentrales 3 tot 8 miljard extra zouden kosten. Er was niet bekend dat de elektrolyse 2 tot 11 miljard extra zou kosten. 6 miljard zegt de heer Klaverdaar, maar dat ligt eraan of je gedragseffecten meeneemt of niet. En als dat er niet is, is het 3,5 miljard aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordeling van het UWV, 0,5 miljard. LNV, een hele lange lijst. Voorzitter, ik kan nog even doorgaan. Ja, en Jette, die is natuurlijk ook demissionair minister van Economische Zaken. Zijn ministerie heeft ook een overzicht moeten inleveren. Dus hij wist best wel goed wat er natuurlijk was gevraagd. En die pikte dit absoluut niet. Het is niet zo dat de formatietafel is geïnformeerd over tegenvallers. U heeft gevraagd wat zijn mogelijke tegenvallers en mogelijke risico's. Dus ik wil wel heel duidelijk maken voor elke kijker thuis dat u niet kunt gaan optellen wat de heer Omtzigt nu net heeft opgelezen. Dat is niet de staat van de overheidsfinanciën. Wat u heeft gekregen aan de formatietafel is een mogelijkheid die zich in de komende jaren voor kan doen, zodat een volgend kabinet de grote verantwoordelijkheid kan dragen om keuzes te maken. Want dat is uiteindelijk wat besturen is. De moed hebben om te bepalen wat je wel en niet doet met al die hardverdiende belastingcenten. Hij wordt nog boos ook, zeg hij. Hier heeft hij wel gelijk in. En dat vind ik het probleem van Omtzigt. Hij maakt geen keuze en hij neemt geen verantwoordelijkheid. Je bent helemaal klaar met Omtzigt, heb ik het idee. Ik kan niet zo... Functie elders, zou ik kunnen voorstellen? Of... Nee, laat die man lekker zitten. Oh, okay. Maar kijk, de kiezer die spreekt voor zich. Hè? Als je dus van je 20 zetels naar 11... Virtueel, hè? Virtueel is dat. Ja, virtueel. Maar jij hebt gelijk. Kijk, die Jezielkes heeft hem voor het blok gezet. Als hij nu dat kabinet opblaast, houdt hij geen zetel meer over. Nee, dat gaat... Nee, precies. Hij heeft geen keus. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik Jette een van de betere vond tijdens dit debat. En dat heeft met name ook met dit fragment te maken, waarbij hij gewoon ook even aan het licht bracht dat Omtzigt eigenlijk die stuk heeft opgevraagd om er vandoor te gaan, ook ja, omdat die moest de vluchtroute creëren. Nee, maar hij wist ook dat de andere kamerleden het dan niet te zien krijgen. Dus die weten dat dan helemaal niet. Dus hij heeft dan informatie die de anderen niet hebben. Dit is ook de man die het constant maar heeft over de nieuwe bestuurscultuur. Die heeft het over transparantie. En wat doet hij? Die speelt gewoon eigenlijk de oude, vieze politieke spelletjes. Zo. Applaus voor Rutger, dames en heren. Ja, dat doet hij. Ja. Mening gewoon. Hè. Gewoon een mening hier aan tafel. Ja.